weet niet, andere warming up. Waar ben ik terechtgekomen? Moesten die andere jongens tikken als zij floep of zoiets zei. En dan, ik weet het eigenlijk niet. Ik deed het gewoon en dan was ik wel warm. Elke nieuweling die heeft daarmee te maken. Verklap het geheim eens. Nee. Want dan is geen geheim meer. Hè? Er moest wat bij in Tilburg. Zoveel was. Juist. Dus kreeg Streppel, die sleurt, hangt, inspireert, Lucas Andersen. Een buitenspeler, kan ook op 10 of linkshalf. Van Ajax, de zoveelste uit de hoofdstad. Maar deze had bedenktijd nodig. Nee, ik wilde eigenlijk gewoon de juiste keuze maken. En daar vond ik dat ik zelf voor tijd moet nemen. Nou, ik heb hem aan de lijn gehad via de sms, WhatsApp elke dag. Dus. Je had het meer overtuigingskracht nodig dan je bij andere spelers nodig had? Nee, want er speelde natuurlijk ook meer de belangstelling. En elke speler heeft zo zijn eigen verhaal, dus... En niet elk mens is hetzelfde, zoals je weet. Zo is dat. En dit is zo'n ander mens. Frenkie de Jong maakt de omgekeerde weg naar Ajax. Maar blijft eerst nog een jaar in Tilburg. Misschien nog niet volwassen genoeg, dat weet ik niet. Ja, ik heb nog geen rijbewijs en dan moet ik opeens in mijn eentje in een appartement gaan zitten. Dan moet ik allemaal nog... ik denk niet dat ik daar al klaar voor ben. Nee. Hij stond wel even aan de zijlijn. Maar na een goed gesprek traint hij weer mee. Toch wat minder gefocust op het voetbal dat er veel in je hoofd omgaat. Ja, dan moet je niet mee trainen, lijkt mij. Dat is natuurlijk nooit goed, dat moet je eigenlijk nooit doen. Dus moet je wel gewoon je werk doen, lijkt mij. Nou, daar hebben we goed over gesproken. En ook hij zegt dat hij dolgraag bij Willem II wil blijven. Nou, dan gaan wij graag met hem aan de slag.